Dat zijn de hoppers. Ja, tjaka! Actie! Daria! Dolfijn! Ja, prinses van Fansala. Oh my, ik heb toch liever ketchup, hoor. Vraag niet wat er is gebeurd. Wat is er gebeurd? Olivia, voor 5 euro mocht je kijken. Dat klinkt heel fout, Arno. De cijfers van de... Ik mag echt geen witte wijn meer drinken in de voormiddag. Gezellige spelletjesavond bij de hoppers. Direct from the dome, it's the funk master bashing with ridiculous stone. We set the rhythm, the groove, and nothing to lose. Boxes all up in your face. Nee, papa gaat toch niet weer wanneer meer voor mijn verjaardag spelen, hè? Oh, nee, natuurlijk niet, schat. En weet toch wel dat jij geen klein kind meer bent? Boe! Dit is heel gênant. Ik ga mijn naam is Moses Madaki, live vanuit het Atheneum. Zoals je kan zien, zijn er duizenden leerlingen afgezakt om hier vandaag te protesteren. Wel, kom naar papa. Oh, snap. Mijn toch. Het moet meer een mix zijn van The Avengers, X-Men, Lion King. Oké, ik weet dat je bedoelt. Ik kleed mij als de Griekse filosoof Plato om de geschiedenis van het onderwijs te vertellen. Heb je de verkiezingsvideo van Olivia al gezien? Enkel fruit als tussendoortje? Weg ermee. Als je op mij stemt, komt er een hamburgerrestaurant op school. Wie kent Marie Curie nu niet? Om mijn film te kunnen maken, heb ik een klein voorschotje nodig op mijn zakgeld. Wij hebben nu intussen al 14 jaar voorschot op je zakgeld gegeven. Naar welke beroemde persoon kijken jullie, of wie inspireert jullie om grootse dingen te doen? Arno? Dagobert Duc. Ik wil dit jaar een normaal verjaardagsfeestje, zoals normale 16-jarigen hangen met mijn vriendinnen pizza eten en economische crisis van de 18e eeuw in Oost-Sint-Petersburg bespreken. Dat is niet wat de normale 16-jarige doet, hè.